Hallo, ik ben Milan en ik doe auditie voor... die clickbait-titel gaat misschien denk ik geen tweede keer werken. Maar welkom bij deze nieuwe video. Jullie hebben het waarschijnlijk al voorbij zien komen. Al die K3-audities die op YouTube verschijnen. Al die mensen die react op K3-audities. Ik heb trouwens ook nog eens een keer gereact op een K3-video. Dat was mijn ik doe auditie voor K3-videotitel. Ja, dat. In ieder geval, die heeft zeker heel wat weergaves gepakt. En ook mijn praatvideo van vorige week heeft heel wat weergaves gepakt. Dus enorm bedankt. Oh, rijdt een auto weer langs. Enorm bedankt voor de weergaves, voor de support, voor de likes. Enorm bedankt. De eerste waar wij naartoe gaan is Koen. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Hij heeft een of andere ook dis gegooid naar de Belgen. In ieder geval al die YouTubers die reacten. Iemand heeft ook gereact. En die heeft ook nog eens een auditie gedaan voor YouTube. Voor K3. En diegene heet Koen. Koen kennen jullie vast wel. Dat is een hele grote YouTuber met Kaasje. Download nou Kaasje! En al die andere dingen. En geen Cartier. In ieder geval, wij gaan eventjes kijken naar Koen zijn auditie. Gertje, u ziet hier wat u mist in K3. Al zie jij liever een vrouw om te kroelen misschien. Maar een Nederlander terug is hetgeen wat je mist. Want het hebben van wat humor is wat Belgen niet ligt. Nice. Zet mij in K3, ik word jouw nieuwe Kathleen. Spring niet in je bed, maar Gertje, ik ben jouw man. Ja. Ik heb ritme gevoel en heb een dijk van een stem. Ik heb wat hits op mijn naam, ik wil de blonde zijn Gert. Zet mij in K3, ik word jouw nieuwe Kathleen. Spring niet in je bed, maar Gertje, ik ben jouw man. Ik heb ritme gevoel en heb een dijk van een stem. Ik heb wat hits op mijn naam, ik wil de blonde zijn Gert. Een supergoed auditie, denk ik, hè. Wat hij heeft ook gezegd van, ik spring niet in jouw bed. Gert heeft namelijk wel een grote reputatie qua zijn werknemers, de K3. En zijn zoon heeft het ook nog eens een keer geprobeerd met de nieuwe K3. Dus hey, de verhulstjes zijn weer goed bezig. Wij gaan op naar de volgende auditie. Of op, zei ik op. Enthousiast, ze lacht al. Hey, kijk, dat is al iets, hè. Jezus. Geluid staat hard. Prachtig. Echt prachtig. Maar het is haar oefennummer. Ze heeft een veel beter nummer, heeft ze gezegd. Ze zei dat ze deze veel beter vond. Dus ik ben benieuwd. Misschien zingt ze hier wel goed. Oh, ze begint al. Ik zal ze even verder spoelen. Steek je hoofd dan niet in het zand. Neem me aan. Zo. Kijk, dit is echt gewoon fucking goed. Ik denk dat dit wel bij K3 gaat komen. Nee. Hallo, ik ben Lian en dit worden mijn audities voor K3. Zo, enthousiast gebracht. Nee. Kijk, Sasje. Wat leuk. Zo. Gebeurt er nog iets? Welkom, wat hebben we plezier. Welkom bij de Biertjes. Kom maar snel naar hier. Zo, even schreeuwen, jongen. Stil. Best die arme jongen is die. Zag je al als een wonder, zoveel beestjes bij elkaar. Deze jongen gaat het redden. Ik denk dat deze jongen het heel hard gaat redden. Ik bedoel, hij is misschien een beetje te jong, maar hij heeft potentie. Als je kijkt naar zijn stem, dat is toch prachtig. Ja, prachtig. Oh, zo bloed.
voorbij. Ligt het aan mijn internetconnectie is er echt, of is het echt zo stem? Ik was alleen vol vragen en voorbij. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Hallo. Waar ben je? Doe me zo denken aan Robbenpraat van hallo. Verlang. Hallo. Zoiets. Zo van de broer van Dennis Schouten. Ik zou te zijn. Hallo, hallo. Mijn teleromio. Ja, ik vind het in ieder geval super prachtig. Ik zet het weer even op pauze, want het duurt 8 minuten lang. Eigenlijk bedoel 8 minuten lang naar deze fantastische, prachtige auditie luisteren. Die mij echt gewoon, ja, het is gewoon ontroerend. Ik krijg recht tranen van in mijn ogen. Zo prachtig is het. Dus ja, ik denk dat dit zeker wel tot de tv-audities gaat schoppen. Ik bedoel, kijk hoe prachtig dit is. Echt gewoon fantastisch. Ik kan niet nog meer sarcasme in deze video brengen. Op naar de volgende auditie. Zo, staat al heel erg klaar. Oh, ja. Het enige wat ik ervan heb gestaan is wat ik wil, want voor de rest sta ik echt niks van. Ik denk dat dit kan nog wel eens een keer bij niet tegen de sterren op, hoe heet dat, zo de Vlaamse versie van Beste Zangers, of gewoon bij de Beste Zangers op tv. Ik denk dat dit, zeker als ze het programma naar beneden willen halen, dat ze het zeker die persoon kunnen uitnodigen. Brent of Brand Dogerle heet die. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat een jongens- of een meisjesnaam is, maar ik denk een jongensnaam. Toch? Ik wil hier niet aan genderdiscriminatie of wat dan ook doen, maar... I got cancelled once again. Ja, laat maar weten in de comments wat jij denkt. Ik ga op naar de volgende auditie. Ik heb 14 in mijn oog. Oh. Misschien maakt deze muziek mij zo ontroerend. Dat kan ook. Plaat op je zet. En ik vlug niet weg in mijn bed. En als je dan jij achter mij terug gaat, zeg ik alles oké. Altijd wel mee, alles oké. Ik hoef echt geen beste vriendin. En als vriendjes heb ik geen zin. En als ik alleen ben samen. Ik vind het, super slecht. Ik zal nu even geen sarcastisch toontje opzetten, maar vroeger ging ik als meisje naar K3. Ik denk dat je daar niet meer heen moet gaan. Behalve als je mama wordt van een kindje en dat kindje naar K3 brengt. Maar of dit het gaat redden, ik weet het niet. Misschien zie ik het verkeerd en misschien kan ze juist super mooi en prachtig zingen. En ben ik gewoon, ja, heel erg gemeen en heb ik gewoon geen verstand van muziek of zo. Hè? Dat kan ook. Hè? Ik bedoel, wie weet kan zij juist prachtig zingen. Heeft ze een prachtige stem die jullie juist weer tot op de ontroering kan brengen. Dat kan. Let's go naar de laatste auditie. Hoi jongens en meisjes. Hallo. Ik ben David Christiaans. Ik ben 14 jaar. Ik ben Milan en ik ben 17 net jaar. Ik had net autisme, dus ik kan heel goed knutselen. Of ik kan, niet goed knutselen. Kijken naar TV Aria. Want ik heb een liedje van gehoord van K3, dus ik kan heel goed zingen van alle kleuren. En zoals ik al zei, laten we nu maar beginnen. Ja, dus laten we maar beginnen. Afrika tot in Amerika, van de Himalaya tot de kleurwoestijn. Afrika tot in Amerika, waarom is het mooier als we samen zijn. Ik mis eigenlijk de dansjes in deze video. Niemand doet tegenwoordig meer dansjes. Laat ons dromen van beter tijden. Is je huid donker of donker de mijne? Laat ons proberen niet elkaar te vermijden. Ja, ik zal eventjes de auditie stopzetten.
Kijk, deze jongen probeert het en daar heb ik alle respect voor. Ik kan niet zo goed zingen zoals hem. Of die het tot tv gaat redden, ik weet het niet. Want hij heeft ja, hele grote concurrentie. Net zoals Samantha van de eerste auditie. Of hij beter is dan haar, ik weet het niet. Ja, bijna niemand kan eigenlijk aan Samantha tippen. En ik denk dat zij zeker stipt op 1 staat met audities. Maar misschien, als jij kijkt, kan jij goed, ja, goed zingen of goed dansen. Laat het even weten. En als jij denkt dat jij bij K3 gaat komen, maak eventjes een auditie. En dan zal ik eens een keer op komen reageren. Hey. En trouwens, nog een leuk weetje. Ik ga er even naartoe. Iemand had op mijn K3 auditie video... had iemand gecomment die ook auditie heeft gedaan. Ik laat het even een klein stukje van horen, want ik vind het wel leuk dat diegene dan ook op mijn video reageert. Ik ben Julie, ik ben 20 jaar oud en ik ben... Julie dus? Ik heb eigenlijk altijd een passie gehad voor muziek, net zoals de rest van mijn familie. Even een stukje naar het muziek. Het tingelt onder mijn huid. En dan heerlijk gevoel. Ben niet te stuiten, wil dansen en zingen. Ik heb geen plan, geen agenda. Ik heb geen doel en dan heerlijk gevoel. Voel je die beat in je lijf? Vind je de wereld te sterk? Hello, wie doet er met het meer? Kijk, dat was even een klein stukje van Julie. Ik zal haar kanaal ook eventjes in de beschrijving zetten. Want ik vind dat ze nog niet zo heel verkeerd kan zingen. Kijk, ze is nog natuurlijk niet zo goed als de grote sterren of zo. Dat zeker niet. Maar zij is ook zeker niet slecht. En zij is wel eigenlijk, als we eventjes nu serieus doen, wel een stuk beter dan al die andere kandidaten in deze video dan. Ook voor iedereen die nou, goed kan zingen en later ook eigen muziek gaat maken. Ik heb een radioshow van elke zaterdag van 9 tot 10 op sasfan.nl. Informatie staat ook nog eens keer in de beschrijving. En dan draai ik ook heel graag wat onbekende talenten en zo. En dus die draai ik heel erg graag. Maar ook natuurlijk bekende mensen, bekende artiesten. Dus ja, als je wil, luister ook lekker naar mijn radioshow. En als je op de radio wilt, stuur eventjes een berichtje naar Milans Avondje op Instagram. En wie weet dat ik jou hier op de radio of een vriend van jou of iemand anders. Dat is iets wat ik heel vaak zeg ook in mijn show. Even dingen herhalen. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ga eventjes mijn koptelefoon afzetten. Dat is misschien een beetje slimmer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Like, abonneer, join de Discord server. Linkje staat in de beschrijving. En als jij nog reacting video's wilt van K3, laat het weten in de beschrijving. Ik ga ook reacting video's doen over andere onderwerpen. Vorige week heb ik niet echt een reacting video, maar mijn mening eventjes gezegd over die hond, de meisje dat die hond gooide. En daar heb ik ook nog een heel mooi verhaal rond verteld, een beetje ook over iets anders. Bekijk die video ook zeker, bekijk ook mijn vorige K3 auditie reacting video. En nogmaals bedankt voor het kijken en volg me eventjes op Instagram, echtemilan.nl. En dan zie ik jullie zaterdag waarschijnlijk weer met de nieuwe Minecraft Survival video. Misschien iets anders, maar waarschijnlijk Minecraft Survival. Tot zaterdag, laters.